באמת, די ספוי דיפלומט, חספרי כאה פה חפור, תסו עושה אין קונטקט מת הם פוליס, והם עוד מויתו דה תאית פנומה, או מת עושה מנסה דה פרטה, שדה אינפורמצי חכיבן, אין חסך דה דווי חלק אין קרנטנה חן. נא אסתמים מת פולו סוסון תאית, zij hebben we dat dus natuurlijk ook gedaan. We zijn nu allemaal in zelfquarantaine. En we mogen helemaal niet klagen. Het gaat goed. Wij wachten dus nu op volksgezondheid. We weten dat het gaat om de eerste, tweede, derde lijn. En wij checken dat dus dan met z'n allen. Ik ben niet thuis. Ik heb mij afgezonderd ergens anders. Ook zo de mensen die elke dag heel dicht bij me zijn. Dat denk ik aan mijn loopploeg. Mijn kleine staf. Die zijn ook allemaal in zelfquarantaine. We wachten op meer instructies. Ik wil een ieder bemoedigen en ook geruststellen. Dat het goed met ons gaat. We hebben, geen van ons heeft symptomen. We kijken, we werken alles uit conform de regels van VG. En dat is dus wat we doen. Het moment dat wij getest moeten worden, zullen wij ons ook daaraan onderwerpen. Maar tot zover doe ik van hieruit mijn werk. Ik ben de hele dag vandaag bezig geweest aan de telefoon, gesprekken gevoerd met mensen, allemaal rondom COVID-19. Ik ben niet daar in de zaal, maar we weten dat het werk doorgaat. En dat is ook wat we willen meegeven. Soms kan je er fysiek bij zijn, maar laat onze invloed u leiden. We zijn er nu niet daar, maar onze invloed moet mee als ik nu foutieve benamingen gebruik. Maar waar er nu sprake is dat mensen elkaar onderling besmetten, laat het zijn dat u nu al weet dat u in quarantaine gaat en dat u zich aan de regels gaat moeten houden als vastgesteld. Ik weet, met chara siki, ongan chara siki kon nasranang, no mekwam chimoni draaiu ede, no yepi smak kon nasranang sano makon jaso no. U sabi taki overheid tap ala den doro, tap a grens. Uno jeb do dat die mensen. En uno denk ik dat nou een geweldig zaad to te dwee. Dat i psaas koot, i psaas hoor dat i. Asan sa op sana nga uno, na dat we chasiki kong nasranang. Un tap mo un horum baka iva. U iva, iva hora geduld dat i. Te onde sofara tap uka tap baka fu opo de grenze. Ma no de, umus yepu nu, lekstra na mang, umekstra nang srefi, abi a kontrola uvra COVID-19 disi. Uno di kans COVID, da COVID-19 fu ko winu nu. Ek un opo de grenze, ek un chasma kon nasra nang, sondro taki a overheid sabi, hoe je omschrijft en je hebt dat als zieke die zich kan komen in Srana. Met bedoel nu, met tegen nu, met waarschuwen nu, no do dat die, no do dat die. Dank u wel voor nu en dan kijk ik uit dan naar de vragen. Dank u wel, directeur Nationale Veiligheid, mevrouw Vera. En natuurlijk ook dank aan de cyberunit van het Directoraat Nationale Veiligheid voor het mogelijk maken van deze link, zodat u hebt gehoord en gekeken wat de directeur allemaal heeft gezegd. In elk geval maakt ze het goed en ze geeft de garantie dat de Surinamers in het buitenland worden teruggehaald. Nog even geduld. Ik wil even nog toevoegen dat deze uitzending live wordt uitgezonden via onze website. En ik krijg hier de informatie dat 3 miljoen kijkers deze uitzending momenteel volgen. Dat zegt heel wat. We gaan naar de volgende spreker. Mag ik u uitnodigen, kolonel Sleengaard.
Dank u wel. Goedemiddag, VP, directeur Volksgezondheid, geachte aanwezigen hier binnen en natuurlijk volk van Suriname. Ik ga u vandaag eigenlijk kort informeren over de zaken die we hebben in de afgelopen dagen, afgelopen 24 uur, hebben gehad. Laat me beginnen met de veiligheidskwestie. Ik moet zeggen dat wij na heel veel meldingen over de veiligheid in het kader van het, en mensen de doorgang op de grensrivieren van Suriname, er een aantal afspraken zijn gemaakt en een aantal operaties die zijn ingezet om dus de veiligheid beter te kunnen garanderen en strakker aan te trekken. Zo kan ik zeggen dat wij met betrekking tot het oosten, daar zijn er gesprekken op dit moment gaande en er is dus